Marenkos, de winnares van de 20 van Alphen. In volgens mij een toptijd. Ja, zeker een hele mooie tijd. Ik moest er een training van maken van mijn coach. En in eerste instantie gewoon op hartslag lopen. Maar ik merkte van het begin dat het eigenlijk wel heel erg makkelijk ging. En na 5 kilometer nog steeds. En na 10 kilometer zat ik op de helft en dacht ik nog steeds. Nou, het voelt wel heel erg goed. Dus ja, ik probeerde er wel iets moois van te maken. En dat is gelukt, ja. Ondanks de omstandigheden, want die maakt het je er niet makkelijk op. Nee, zeker, maar dat weet je. En ja, ik ben de afgelopen tijd ook in Nederland en het weer is natuurlijk al een paar weken zo. Dus ik train hier ook gewoon in. Op een gegeven moment raak je toch denk ik een soort aan gewend. En het is gewoon, je moet je erop instellen en proberen je weer te herpakken als het weer meewind is of ja, zijwind. En dat heb ik er zo, op die manier heb ik ook gelopen, ja. Ja, heb je in het begin gespaard toen je wind in de rug had? Of hoe heb je dat aangepakt? Eigenlijk niet. Ik probeer gewoon met de wind mee zoveel mogelijk secondes te pakken. Maar natuurlijk niet te hard te starten, want het is een eind. Maar goed, dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar ik heb heel erg constant gelopen, heb ik gezien. Dus dat is voor mij ook een teken dat ik gewoon in vorm ben. Dat ik heel erg sterk ben op dit moment. Dus dat is heel mooi, ja. Je zegt je bent nu al een paar weken in Nederland. Daarvoor ben je op trainingstage geweest in Kenia. Ja. Hoe kijk je daarnaar terug? Ja, ik heb een hele goede stage gehad en daarom was het ook jammer dat de NK 10 kilometer toen niet doorging, want het was eigenlijk net daarna gepland. Dat betekent dat ik gelijk dus vanuit Kenia van een warm klimaat weer hier kwam met de wind en de kou, maar gewoon moest doortrainen. En dan heb ik een hele goede 2,5 week kunnen trainen en eigenlijk nog weer door verder kunnen bouwen. En dat is heel fijn dat je dan nu de bevestiging hebt dat het goed zit. Ja, en natuurlijk hier in Alphen te lopen is ook heel erg leuk. Ja, ja, want jij bent woonachtig in Alphen. Ja, en dan ook nog eens winnen in een toptijd. Dat kan niet stuk. Nee, zeker. En het eerste keer dat ik een 20 kilometer heb gedaan. Ik bedoel, ik doe het wel eens in training, maar dat is natuurlijk even iets anders. En het is heel leuk om het dan ook nu in Alphen te kunnen doen. Vorig jaar had ik een blessure, dus kon ik niet meedoen. En het is, was heel erg leuk om vandaag ook support te hebben langs, langs het parcours. Jij gaat binnenkort naar Amerika. Ja. Volgens mij ga je daar proberen om je te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ja, dat is wel een spannende periode. 7 april vertrek ik naar Amerika, trainingstage voor 4 weken. En dan aansluitend in Californië loop ik een 5 kilometer op de baan en dan wil ik mijn plaats voor de Spelen. Ja. Nou ja, de vorm is er. De trainingstage in Kenia was goed, dus dat ziet er allemaal goed uit. Ja, ik heb heel veel vertrouwen in. Het is gewoon heel blijven, niet geblesseerd raken, niet ziek worden en lekker doortrainen. En dan denk ik zeker dat die limieten gaat komen, ja. Ja. En wat is jouw doelstelling voor als je die limiet nou haalt? Wat is dan jouw verdere doelstelling voor van de zomer? Ja, sowieso een PR op de 5 kilometer natuurlijk. En als ik over de Spelen moet hebben, ja, de finale plek op de 5 kilometer is steeds wel echt mijn doel. Maar goed, laten we eerst gewoon de limiet halen en kijken wat ik verder kan doen op die afstand. En een PR zou heel erg leuk zijn, ja. En vandaag nog even de overwinning vieren. Ja, precies, ja.